Welkom. Fast Moving Targets zendt de hele dag uit vanaf de Accenture Innovation Awards. Een nieuwe gast aan tafel. Wie ben jij en wat doe je? Mijn naam is Luc van Hemmerik. Ik werk voor Foodora. Ben Head of Marketing voor Nederland. En we zijn op dit moment keihard aan het werk om van Foodora een heel groot succes te maken in Amsterdam en daar in Nederland. En wat doen jullie dan? Wij zijn een premium food delivery service. Dat betekent dat wij eigenlijk het segment pakken boven de traditionele delivery services. Werken voor de restaurants die traditioneel gezien eigenlijk nooit bezorgden. En proberen daardoor ook de restaurantbeleving steeds meer naar de klant thuis of op kantoor te brengen. Ja, de thuisbezorgd voor het hogere segment? Of... Ja, eigenlijk wel. Je ziet dat er steeds meer verschuiving ontstaat naar goed eten, naar lekker eten, maar ook gezond eten. De economie trekt weer aan, mensen zijn weer bereid om iets meer te betalen voor kwaliteit. Ja. En we hebben gemerkt dat ook een verschuiving teweeg heeft gebracht in de bezorgservices. Ja. En daar zijn we in gespoeld. Hey, behalve dat je een ander segment restaurants voor mij toegankelijk maakt. Mm-hmm. Waar zit jullie kracht nog meer in? Ja, onze kracht zit eigenlijk dat wij een totaal platform zijn. We doen aan de ene kant de acquisitie en aan de andere kant ook de logistiek. Dus de restaurants laten we doen waar ze goed in zijn. Namelijk het creëren van lekkere en gezonde maaltijden. Ja. En voor het segment waar wij in zitten is het eigenlijk best wel lastig voor een restaurant om ook nog eens het logistieke aspect erbij te pakken. En daar onderscheiden wij ons echt. Nou, dus jullie doen de bezorging ook? Wij doen bezorging ook echt fysiek zelf. Ja, uitsluitend met fietscoureurs. Ja. Dus laat ik zo zeggen, dat wat ik net even thuisbezorgd noemde, waar het wel eens kan voorkomen dat er een onbetrouwbaarheid in brommetjes, couriers, et cetera zit, hebben jullie dat stuk allemaal. Dus jullie zijn een betrouwbare organisatie, toch goed? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Wij hebben juist ook dat straatbeeld van de scooters proberen we te veranderen. Naar de fietsen? Naar de fietsen. Eén, omdat het niet per se langzamer is. Het is wendbaarder en het heeft een hele sympathieke uitstraling. Ja. Ja, hebben jullie dat inderdaad ook getest? Of het, wat het tijdverschil is, zeg maar? We hebben wel getest en het blijkt uiteindelijk minimaal te zijn. Ja. Want waar je veel ziet dat de scooters op dit moment toch nog wel eens een keer door rood gaan of dergelijks. Verwachten wij van onze fietsers wel echt dat ze zich aan de verkeersregels houden. Ook met het oog op het eten wat ze voeren. Want uiteindelijk... Ja, het is niet scheurend. Nee, uiteindelijk moeten ze heel erg in de achterhoofd houden dat wij met kwaliteitsproducten werken. En dat een discrete en een goede levering daarvan ook bijdraagt aan de kwaliteit aan de deur. Ja. Hey, kun je een indicatie geven van hoe groot jullie nu zijn? Wat is nu het Wij zitten buiten dat we in Nederland zitten, zitten we nog in 14 andere landen. Okay. 23 steden. Het concept zelf komt uit Duitsland. Is in München ontstaan, een jaar geleden. Toen opgepikt door Rocket Internet. Rocket Internet heeft geïnvesteerd in ons. Dat is een hele grote... Onder andere de investeerders achter ook een HelloFresh en een Zalando. Vanuit daaruit en met hun kapitaal hebben we ervoor gezorgd dat niet alleen in Nederland een hele grote partij aan het worden zijn, maar eigenlijk in heel veel steden over de hele wereld. Ja, ik had vandaag eerder een start-up aan tafel die met fiets en fietscouriers werkte in een ander segment. Ja. Daar zeiden ze van, ja, weet je, ik zei cultuur speelt natuurlijk ook een rol. Zij zeiden, ja, in die zin is Nederland, zeg maar, dat is een fietscultuur, hè, dus dat werkt. Goed, maar absoluut. Bijvoorbeeld Spanje was dan toch alweer ingewikkelder om dat idee met fietsen. Weet jij, in jullie bedrijf, een grotere bedrijf, absoluut. Maakt cultuur uit? Het hangt ook af van natuurlijk de locatie waar je zit. Wij zitten bijvoorbeeld ook in Dubai. Je wil het je courier niet aandoen om door de woestijn met 40 graden op de fiets een maaltijd te bezorgen. Dus inderdaad wordt er dan gekeken naar de markt, naar de restaurantdichtheid, maar ook naar... de afstanden die afgelegd moeten worden naar de klant. En daar wordt eigenlijk het meest geschikte vervoersmiddel bij gekozen. Ja. En is een stad voor jullie alleen geschikt als er voldoende... Ik neem aan, het moet ook een bepaalde grootte zijn van het aantal kwalitatief goede restaurants. Absoluut. Dus je stad absoluut. Moet wel ietsje groter zijn. Dan. Absoluut. Het zijn niet elke stad leent zich voor dit concept. Wat ik zeg, het hangt heel erg af van enerzijds de restaurantdichtheid. En dan met name van kwaliteitsrestaurant. Aan de andere kant in... Hoe direct is de omgeving rondom het restaurant waarbij we de klant kunnen bedienen? Als de klant te ver weg woont van het restaurant,
is het voor ons eigenlijk geen optie meer. Omdat wij echt die kwaliteit willen waarborgen. Ja. Daarom niet langer fietsen dan een kwartier. Oké. Okay. Hey, en kost het jullie veel moeite om de restaurants te overtuigen? Want ik kan me ook voorstellen dat die hun kwaliteit is altijd geweest. Absoluut. Dit is wat we hier in huis doen met Absoluut. De service erbij, et cetera. Absoluut. Je merkt dat toen we hier net op de markt kwamen, dat inderdaad af en toe restauranthouders echt nog overtuigd moesten worden van de toegevoegde waarde van ons concept. Maar de laatste paar weken en maanden zie je echt wel dat die verschuiving al een soort van plaats heeft gevonden. Dat steeds meer restauranthouders ook openstaan voor ons concept. Een goed voorbeeld is denk ik And Somehow Places, die twee Michelinster restaurant die met hun streetfood tak ervoor gekozen heeft om met onze samenwerking aan te gaan. Ja. En hoe gaat dat bij jullie praktisch in zijn werk? Ik weet niet hoeveel restaurants je in Amsterdam bijvoorbeeld bedient en hoeveel fietsen, maar fietscouriers werken vanuit huis, vermoed ik? Of heb je kantoor? Wij hebben echt een logistiek centrum. En daarin proberen we zo goed mogelijk te controleren hoe onze drivers zich op straat gedragen. Hebben ze de juiste materialen bij zich? Hebben ze de goede jassen, de goede spullen bij zich? Zodat we zeker weten dat elke courier de materialen bij zich heeft om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Ja. Maar hoe doe je dat? Heb je fiets met een sensor? Wij werken met Boxer. Die bij ons op kantoor opgehaald moeten worden. Dus we hebben met elke courier elke dag fysiek contact. Daarnaast zorgen we ervoor dat ze altijd hun app bij zich hebben, de app waarbij wij werken. En op die manier kunnen wij ook precies zien waar zij in de stad. Er komt een bestelling bij jullie binnen. Jullie geven de bestelling door aan het adres, of werkt het zo niet? Nee, op het moment je plaatst een bestelling op ons platform, krijgt zowel onze courier een melding als het restaurant. Het restaurant geeft aan hoe lang hij denkt nodig te hebben om het product te bereiden. Die melding gaat ook naar de fietscourier, dus hij weet precies op welk moment hij bij het restaurant aanwezig moet zijn om het gerecht op te halen. Op het moment dat de courier aankomt bij het restaurant zien we vaak dat het gerecht klaar staat, pikken het op en gaan direct door naar de consument. Ja. Hey, en hoe werkt jullie dienst? Ik krijg zeg maar in beeld wat bij een restaurant komt en daar zit een opslag voor jullie bovenop. Is dat hoe het model is? Wij pakken inderdaad een percentage over elke bestelling. Ja. Ja. Maar dus je moet echt wel massa gaan draaien om... Ja, kijk, we moeten inderdaad een flink aantal orders gaan draaien om winst te gaan maken. Ja. Of in ieder geval om nog verder uit te breiden. Heb je zware targets meegekregen? De targets zijn altijd uitdagend, ja. Maar niet onrealistisch. Okay. Nee, dat is uiteindelijk werken we met het hele team ontzettend hard om van dit Foodora een mooi en succesvol bedrijf te maken. Dus hoeveel zijn jullie in Nederland? In Nederland zitten we ongeveer met 25 man op kantoor. Daarbij hebben we marketing, sales en ook heel grote operations natuurlijk. Die dagelijks alles in de gaten houden op het gebied van orders en bestellingen. Ja. Hey, hoe het in deze technologiewereld over het algemeen gaat, is dat, ik noem maar wat, Uber zegt, nee, we zijn geen taxibedrijf, we zijn een bedrijf wat vraag en aanbod op het gebied van transport kan organiseren. Ja. Dat zou ik van jullie ook kunnen zeggen, hè? Want jullie doen nu toevallig die technologie, zeg maar, en die kennis van jullie, die kan je op veel andere terreinen inzetten. Of is dat een toekomst? Is absoluut mogelijk. In principe maken wij geen gebruik van een nieuwe technologie. Wij passen het alleen aan ons product. Ja. Voor ons is het heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat onze gehele operations en ons hele bedrijf zo optimaal mogelijk functioneert. En daarbij proberen we wel steeds onze technologie steeds meer door te ontwikkelen. Ja. Zodat uiteindelijk ons bedrijf zo efficiënt mogelijk kan draaien. Ja. Hey, thuisbezorgd is volgens mij ook recentelijk begonnen om het hogere segment te proberen als klant binnen te halen. Ja. Zijn zij een belangrijke concurrent voor jullie? Kijk, thuisbezorgd is gewoon de gevestigde orde. Ja. Heeft er voor gekozen om een bepaald model in de markt te zetten. Hebben er ook voor gekozen om te kijken of ze het hogere segment aankunnen. Ik denk dat de manier waarop ze het nu in de markt hebben gezet, dat niet optimaal gaat functioneren. Maar ik sluit niet uit dat zij
nog steeds aan het nadenken zijn hoe zij eventueel ook deze klanten kunnen vinden. Want als ik dan jouw vraag zeg, onze kracht is natuurlijk ook dat we een specifiek merk zijn die zich echt richt op deze doelgroep. Absoluut. En die uitstraling willen we ook hebben. Ja, absoluut. En die verwaart het niet zeg maar, met de pizza courier die we ook zijn. Absoluut. Hè? Wij proberen echt een wat hoger segment bedrijf te zijn. Een wat chiquer bedrijf. Ja. En bestel je zelf wel eens wat via jullie? Ik maak lange dagen, dus het komt regelmatig voor dat er wel eens wat op kantoor geleverd wordt. Ja. En dat bevalt me nog steeds erg goed. Oké, heel goed. Mensen kunnen gewoon naar jullie site toe? Ja, www.foodora.nl kan je altijd bestellen waar je ook bent, wanneer je maar wil. En we hebben ook een hele mooie applicatie die je gewoon kan downloaden in Android of iOS Store. Ja, kan ik de fiets dan ook al volgen? Kan ik al zien of die al bijna bij ja, is? Je kan elke stap die jouw order doormaakt, kan jij volgen. Okay. Ja. Alleen dat is al leuk, toch? Absoluut leuk om te weten. En dat voorkomt telefoontjes, heb ik altijd begrepen. Ook als je weet waar iemand is. Absoluut. Ja. Je maakt het proces inzichtelijk. Ja, ontzettend bedankt. Wie nu live kijkt, blijf nog even hangen. Ik denk dat we nog 2 interviews doen. En dan zit een lange dag interviews hier erop. Inmiddels is de tussenstand volgens mij 12 interviews die we gedaan hebben. Kijk je onder iemand, dan weet je dat je via fastmovingtargets.nl alles kunt terugkijken. En via ons YouTube kanaal. Tot zo direct.